Hi lief mens, kijk, ik ben natuurlijk veel beter dan al die andere mensen. Ik ben echt heel erg goed. Kijk naar dat aureooltje zo rond mijn hoofd. Want werkelijk waar, ik ben natuurlijk echt heel goed. Want weet je waarom? Ik ben op het pad van spiritualiteit. En ik ben ook al heel ver op dat pad. Dus ik ben sowieso veel beter dan natuurlijk allerlei andere mensen. En jij, ben jij ook op dat pad van spiritualiteit? En jij gelooft ook in engelen en dat er zoiets is als reading en het goddelijke en zo. Of doe jij misschien een cursus in wonderen en heb je daar al heel veel in gedaan? Dan ben jij natuurlijk ook veel beter dan al die andere mensen. En helemaal natuurlijk veel beter dan mensen die het fout doen. Want die zijn natuurlijk sowieso gewoon slecht. Alleen wij zijn natuurlijk beter. Wat vind je daar nou van als ik dat doe? Heb je het idee van, die is een beetje idioot? Nou, mag je best denken. En kijk, ik heb met heel veel lol een soort van aureooltje gemaakt om aan te geven van, wat een heiligheid. En ik maak deze video omdat ik met al het schrijven van mijn teksten en het plaatsen van mijn video's, komen er soms ook hele pittige reacties. Mensen die dan beweren dat ja, weet je, zij, die reacties, die mensen, zij zijn heel goed bezig, maar die en waar ik dan over schrijf, over iemand die mogelijk ook pijn heeft. Bijvoorbeeld een narcist, die toch ook reageert vanuit allerlei diepe pijn in zichzelf. Ja, nee, dan krijg ik soms heel veel over me heen, omdat mensen menen dat zij beter zijn dan die ander. En natuurlijk, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Waarom begrijp ik dat? Omdat er ooit een tijd is geweest, werkelijk waar. Eigenlijk juist toen ik nog niet zozeer bezig was met bewustwording. Maar wel vanuit liefde wilde leven. En ja, er waren toen ook mensen op mijn pad die narcistische trekken hadden. En waardoor ik heel veel pijn ervaarde. Maar ik wilde heel veel liefde geven. Dus daarbij voelde ik me eigenlijk wel beter dan die ander. En nu weet ik juist uit ervaring, juist door steeds meer het pad van bewustwording op te gaan en daarin steeds meer te ontdekken dat jij, we zijn allemaal gelijk. En we leven ook allemaal door een bepaalde pijn heen. En de een meer dan de ander. En de een die gaat ermee aan het werk, die gaat ermee aan de slag en die komt tot inzichten en wil daardoor ook anders gaan leven, gaat het anders doen. Ja, en een ander is nog niet zo ver. Misschien wel helemaal niet in dit leven en dan mogelijk in een volgend leven. Maar hoe dan ook, ik ben dus helemaal niet beter dan die ander. En jij bent ook niet beter. Ik ben ook niet beter dan jij. En dingen als, ja maar weet je, ik ben veel verder of toch. Nee. Ja oké, ik heb mijn ervaringen, ik heb al dingen gedaan. Dat maakt gewoon heel mooi dat ik jou kan helpen daarmee. En als jij nu naar deze video kijkt of je leest een tekst van mij en je denkt, nou ja weet je, het zal wel, daarom zeg ik ook, het is prima. Want het kan best zijn dat dit puzzelstukje, deze video of deze uitleg nu nog even helemaal niet een plekje kan krijgen bij jou. En mogelijk op een later moment wel. Ik geef het je toch in ieder geval mee dat in ieder geval, als jij werkelijk het pad op wil gaan van bewustwording, spirituele bewustwording, besef dan dat je op enig moment in ieder geval ook te maken gaat krijgen en je gaat verdiepen in het ego. Het ego en het bewustzijn. Want het bewustzijn, noem het de stem van je hart, noem het de stem van je ziel, is alleen maar licht en liefde. En met licht en liefde kijk je en neem je waar door licht en liefde. En dus heb je al compassie voor ieder ander. Het gedrag van die ander kan je afkeuren. Het kan ook zijn dat het gedrag van de ander ervoor zorgt dat je voor jezelf het besluit neemt, uit liefde voor jezelf, van oké, ik neem afstand van deze persoon die continu iets doet richting mij of mijn geliefde. Dat kan. En toch helpt het ook jou als je gaat ontdekken dat je hier met liefde naar kunt kijken, omdat die persoon ook vanuit een pijn reageert. En als je zover bent, dat je dat werk kunt waarnemen in jezelf, dan zie je, bemerk je, ervaar je, dat
dat het zoveel ruimte en rust en vrede in jezelf geeft. En dat is zo geweldig mooi. Dus voor nu, mocht je dat in jezelf herkennen, dat je denkt, oh, eigenlijk voel ik ook wel eens dat ik toch het gevoel heb van, weet je, ik ben natuurlijk wel verder dan dat collegaatje of mijn broer of mijn moeder zelfs. Dat kan. En dan nodig ik je in ieder geval uit, zou je er misschien om kunnen glimlachen? Zou je misschien op dat moment in ieder geval tegen jezelf kunnen zeggen, volgens mij heb ik nu met een ego te maken. Ik weet nog niet helemaal hoe het werkt. Ik heb nog steeds een beetje het gevoel dat ik beter ben dan die ander. En kijk er eens met een glimlach naar. En dan open je mogelijk ook een deur voor jezelf waarbij je weet, hey, ik wil hier toch meer van weten. Want ik wil ook inderdaad die werkelijke rust en liefde en vrede in mezelf vinden. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Wil je reageren? Dat mag altijd. Je kan altijd een berichtje achterlaten op mijn Facebook. Of je mailt me, dcd.vankoningsbrugge@gmail.nl. Ik wens je een hele mooie dag. Met of zonder gebruik van je ego. Jij bent goed. Ik ben goed. En ook al die andere mensen zijn goed. Dag lief mens. Namaste.